In het kader van het beschermen van onze grenzen zijn er militairen geplaatst op zowel onze oost- als westgrens. Dit deelde Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren mee op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Slijngaard liet weten dat er donderdag ongeveer 20 boten zijn aangehouden die de oversteek deden van Suriname naar Frans-Guyana. De boten zijn overgedragen aan de justitiële autoriteiten. Slijngaard verduidelijkt dat de veiligheid van het land op verschillende manieren kan worden aangepakt en niet altijd zullen de militairen zichtbaar zijn. Het beveiligen van het land is niet alleen wanneer we militairen zien in uniform. Er zijn een aantal andere manieren waarop de veiligheid gegarandeerd wordt. En die veiligheid, die manieren, die zijn in place. Een paar zijn zichtbaar. U zult zichtbaar zien dat er controleposten op diverse invalswegen zijn. De statische posten die zijn daar. Maar er zijn ook andere maatregelen die getroffen worden om ervoor te zorgen dat in elk geval de personenverkeersstromen worden gecontroleerd. En ik denk dat dus ik verder niet in detail zal uitweiden hierover, omdat u zult begrijpen dat we dus niet alles zo bloot kunnen leggen. Verder vroeg Slijngaard de autoriteiten die belast zijn met controle tijdens de avondklok rekening te houden met nood- en spoedverkeer. Hij zei dat het NCCR meldingen krijgt dat mensen die in nood verkeren weer naar huis gestuurd worden. Als een vrouw moet bevallen en ze heeft geen pasje, moet je haar niet terugsturen naar huis. Je moet haar laten doorgaan naar de inrichting waar ze moet gaan. Als er iemand is die een hartaanval bezig is te krijgen, et cetera, moet je niet de mensen stoppen en zeggen van nee, je hebt geen pasje, je moet naar huis. Ik denk dat iedereen duidelijk kan aangeven of kan zien wanneer iemand ziek is of wanneer iemand simuleert. Een vrouw kan niet simuleren dat ze bevalt. En ik heb het de vorige keer al gezegd, een man kan niet zwanger zijn en hij moet bevallen. Ik denk dat dat een duidelijke distinctie is. Dus mensen kunnen dat zeker zien. En ik haal dit aan omdat wij dus meldingen hebben gehad van mensen die in het kader van nood- en spoedverkeer zich noodzakelijkerwijs op straat begaven, die terug zijn gestuurd door controlerende eenheden. Wij vragen daarvoor ernstig medewerking, omdat we natuurlijk niet willen hebben dat mensen het leven laten, omdat wij zo nodig de mensen hebben onthouden medische hulp te zoeken die noodzakelijkerwijs gegeven zou moeten worden. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij doet een beroep op de controlerende eenheden om rekening te houden met nood- en spoedverkeer.